Oh, mensen, wat een kist. Wat een kist moet je nou toch zien? Je huis gekocht voor 1,3 miljoen of 1,6 miljoen. En het blijft nu voor altijd in de server bewaard. Het gaat never ever nooit weg. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mindtopia video vandaag, mensen. In deze Mindtopia video heb ik enorm goed nieuws. En ook toch wel een klein beetje sad nieuws. Omdat, ja, weet je, you win some, you lose some. Je kan niet altijd maar blijven winnen, winnen, winnen. Af en toe worden er ook offers gemaakt. En ja, die kunnen niet altijd even goed uitpakken. So be it. Nou, daar gaan we het in ieder geval vandaag allemaal in deze video over hebben. Ik ga het jullie laten zien. En nog veel en veel meer. Heb jij er nou zin in? Klik natuurlijk allemaal massaal eventjes dat duimpje omhoog gaan. Ook jij. Ook even dat duimpje omhoog gaan klikken. En als je natuurlijk nieuw bent, klik meteen dat abonneerknopje in. Stel het belletje goed in. En deel ook vooral even deze video met alles en iedereen. En ook voor de mensen. Linkje in de beschrijving naar de Discord. Waarbij je natuurlijk altijd op de hoogte blijft van nieuwe video's. En natuurlijk ook van livestreams. Dus join ook de Discord. Zeer belangrijk. En ja, ik kan er omheen gaan draaien, mensen. Maar weet je, dat heeft ook helemaal geen zin. Laten we gaan beginnen met het grote verlies. Het grote verlies is toch wel in Mindtopia dat ik een huis kwijt ben. Voor de mensen, jullie weten het. Het gebied hier, hè, met de berg, wat ik allemaal is Area 13. Mijn eigen gebied. En ik ben natuurlijk nu in wijk 3, 5 core. Nu ben ik weer in Mindtopia in ieder geval. Gaat het helemaal niet om. Er is gewoon een huis wat van mij was, wat niet meer van me is. En je ziet hem hier al staan, mensen. En ja, ik vind het zelf ook erg jammer. Maar dit huis hier, het oude huis van Reve, die ik ooit heb gekocht voor 1,3 miljoen, heb ik niet meer in mijn bezit. Het is niet meer van mij. Jammer genoeg. Gelukkig is het pand wel een monumentaal eigendom. Dat houdt in, voor zover ik weet, mag hier helemaal niks mee gebeuren. Als in, dit staat er, dit blijft en wat ook allemaal. Dus het is een mooi iconisch gebouw wat er wel staat. Maar het is niet meer van mij. Jammer genoeg. Natuurlijk, ik had hem graag willen hebben. Alleen ja, deze wijk is gewoon niet van mij. En ja, hoe je het ook bent of verkeerd, dat betekent, dit ja, heb ik gewoon nu niet meer in mijn bezit. Het positieve ook wel weer aan dit verhaal natuurlijk wel is, mensen. Destijds heb ik natuurlijk dit huis gekocht voor 1,3 miljoen of 1,6 miljoen. En het blijft nu voor altijd in de server bewaard. Het gaat never ever nooit weg. Dus dat is het fucking positieve aan dit. Alleen ja, het negatieve is, en dat is natuurlijk dan weer de lose in dit geval. Het is niet meer van mij. Het is niet meer van mij. En hoe ik dat weet of wat ik kan. Ik heb met Danny gezeten. Moest ik even weten hoe en wat allemaal. En ja, toen kwam ook dit natuurlijk ter sprake. En ja, dit is een offer die ik toch heb moeten leveren, om zo maar te zeggen. Wat ik wel mag en kan doen aan dit gebeuren is, ik zou dit huis letterlijk een replica mogen laten nabouwen in mijn gebied. Ik kan bijna niet eens uit mijn woorden erover, omdat het gewoon pijn aan mijn hart doet dit. Ik zou hier een replica van mogen nabouwen in mijn gebied. Dat zou op zich wel mogen, of laat ik zo zeggen kunnen, als natuurlijk de vergunningen er allemaal voor zijn. Maar of ik dat ook echt wil, weet ik niet. Ik bedoel, het origineel staat hier nog en dat is ook wel iets heel moois. Ik bedoel, we kennen allemaal de geschiedenis ervan. Het was van Reve. Ik heb het daarna overgenomen, puur alleen voor het behoud van het gebouw. En joh, het is gelukt, weet je wel. Mission succeeded. We hebben het voor altijd in de stad weten houden. Dat is gewoon iets wat super mooi is. Alleen, ja, wat ik ook zei, tegelijkertijd klein verlies, omdat het niet meer van mij is. Dan hoor ik je denken, Durf, wat heb je er dan in godsnaam voor gekregen? Want je hebt het niet meer. Dat is ook een beetje hetgene. Kijk, hoe je het ook bent of keert, ik heb natuurlijk hier een enorm groot gebied in mijn bezit. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, enorme plots, enorm stuk ruimte wat ik allemaal. En dat heeft ook wat gekost wat ik allemaal. En ja, het zit ook een beetje, om zo maar te zeggen, bij de prijs in. Als in, dit alles erop en eraan. Dus we kunnen er wel moeilijk over doen. Zeggen we, ja, maar ik wil dit ervoor of dat ervoor. Kijk wat ik überhaupt hier heb gekregen in Mindtopia. Een enorm groot stuk grond waar ik mag doen en laten wat ik wil. Zolang natuurlijk wel alle inspecties doorlopen en alles via de governor doe en weet ik het allemaal. Maar ik heb er natuurlijk wel enorm veel voor teruggekregen. En dat is natuurlijk wel iets wat in mijn opinie behoorlijk positief is. En nee mensen, don't get me wrong. Ja, het is nog steeds fucking sad dat ik het huis kwijt ben. Maar you get what I mean, right? Het is wat ik zeg, you win some, you lose some. En ja, ik denk als ik heel eerlijk ben, weet je, laat ik zo zeggen, ik snap het wel. Laat ik het daarop houden. Ik snap het wel, ik vind het fucking zonde, maar ik snap het wel. Maar, dan nog meer positieve dingen, mensen. Want, ja, er is ook iets wat heel erg belangrijk is. Mijn huis was natuurlijk, ja, was anders dan wat het was. Ik heb mijn huis weer, maar je ziet ook nu al wel, ja, ik heb mijn spullen weer. Ik heb ervoor gezorgd, mensen, dat al mijn spullen die ooit natuurlijk in Mindtopia waren, dat ik die inmiddels hier weer terug heb. Dat betekent ook de kisten die dus in het andere huis stonden. Het enige probleem wel is, en ja, dat kan gewoon niet anders. Alles is natuurlijk nu hier neergezet. Het ligt niet meer gesorteerd. Dus wat hebben we hier bijvoorbeeld? Oh, deze is ook. Ik dacht even, daar ligt alles leeg. Ik denk even, oh nee toch. Hier ben ik er zeldzame kleding en weet ik het allemaal. Of weet ik het allemaal boekjes. En wat hebben we hierin zitten? Kisten met wat onderin mijn kelder stond. En dit. En ja, je ziet het hier. Alles is aanwezig.
Alleen, het ligt allemaal niet meer op een logische plek. Kijk, zie je dat? Zelfs de beacon is ook nog steeds aanwezig. Maar ja, alles ligt gewoon niet meer op een logische plek. En dat is iets, ja, daar kunnen we nu niks aan doen, weet je. Zo be het dan maar. Maar alle spullen zijn er wel. En daar ben ik heel erg blij mee. Want het was natuurlijk voor mij super lastig om bezig te gaan op zich zonder dat er al mijn spullen er waren. En nou is niet dat ik niet zonder deze spullen dingen kan doen. Maar het zou natuurlijk ook wel zonde zijn als ik... Oh mensen, wat een kist. Wat een kist moet je nou toch zien. Full diamond, wapens, wapenstokken, knuppels. Och mijn hemel, wat een kistje. Wat ik zou zeggen, het is natuurlijk op zich wel een beetje lastig als je natuurlijk... Mind open dingen wil doen zonder dat je natuurlijk een groot deel van je spullen hebt. Want ik denk toch wel, nee, ik weet wel zeker. Het grootste gedeelte van al mijn spullen ligt natuurlijk hier aan Mindtopia. Het is één chaos nu. Het is één chaos. Hier ligt ook nog een keer rennen weer een wapenstok ertussen. Eigenlijk moet ik dit allemaal een keertje gaan ordenen. Alleen, ja, als ik heel eerlijk ben, mensen, ik heb daar zo geen zin in. En dan snap ik dat mensen dan zeggen, oh Duf, ik wil het wel voor je doen. Dan heb ik denk ik alles kwijt. Wauw. Nee, in ieder geval, dit is hier allemaal weer. Dat is dus iets wat echt enorm positief is, waar ik ook echt heel erg blij mee ben. Want dit was iets van, ik denk van, oei, 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 ik moet al mijn spullen nog terugzien te krijgen natuurlijk hier in Mindtopia. Maar die zijn er inmiddels weer. En dan voelt het voor mij natuurlijk ook nu wel eens iets van, joh, we kunnen er eindelijk mee gaan beginnen. Wat? Mindtopia staat welkom in de bank van Mindtopia. Welkom in de bank van Mindtopia. Het is welkom in Mindtopia. Nou goed, afijn. In dit document vindt u alle mogelijkheden die deze bank te bieden heeft. Let op, alleen landeigenaren kunnen gebruik maken van deze bank. Maar ik vind dit gewoon een raar begin. Welkom in de bank van Mindtopia. Afijn. Lenen kan instappen van 10k tot maximum van 200k per kwartaal. Na opening van deze lening dient u de inclusief 6% rente binnen... Oké. Terugbetaald worden aan de bank. We openen lening, tekenen contract waarin bla 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 bla. Oh. Waarin vast wordt gesteld dat uw wijk als onderpand dient. Koekoek, hallo. Betaalt u de lening niet, dan wordt de volledige wijk, zelfs een deel van uw wijk, ingenomen om de lening alsnog af te betalen. Koekoek. Iedere wijk krijgt automatisch een rekening, bla bla bla. Daarnaast kunnen we Madricio, bla 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 bla. Kost de rekening gratis, pinkel kost ook gratis, machtiging. I mean, er zit een grote risk potential aan. Oh, wacht, wijkrekening hebben jullie ook al meteen gekregen? Wat hiermee kan doen is vermeld een boekje informatie. Namens Mindtopia Bank, succes in uw wijk. Oké, goed. We moeten in ieder geval dus hier nog iets mee bezig. En iemand wil, volgens mij wil iemand merch kopen. Specific Business Squad, eigenaar Fanshop, de Kaap. Heel graag merch voor jullie willen. Ja, ik hoop dat Crazy Gamer. Ik hoop dat je deze video kijkt. Hallo, eventjes, dat geldt even voor iedereen. Ik weet niet of mensen is opgevallen. Ik heb geen KVK meer. Oké. Nu hoor ik in één keer Duffy zo niet. Ik weet niet waarop mensen, maar mijn KVK is zoiets voor de 5e of 6e of misschien wel 7e keer ingenomen, afgenomen, weet ik het allemaal. Op dit moment heb ik geen merchlevering, oké? Dus ik heb niks met merch op dit moment. Het is wel natuurlijk in game en ja, ik zou er wel voor zorgen dat het natuurlijk merch is. Ik heb natuurlijk ook laatst in de stream al mijn merch wat ik nog had weggegeven. Maar ik heb op dit moment geen merch. Dus voor degene die het vraagt wat ik allemaal... Ik kan er geen antwoord op geven. Ja, het antwoord is nee. Want ik heb niks. Ik heb geen KVK. In ieder geval geen werkende KVK, laat ik het zo zeggen. En ik krijg dus ook geen merchlevering. En ja, als ik heel eerlijk ben, ik was natuurlijk ook heel druk om hier de boel op orde te krijgen. In ieder geval mensen, pas op de plaats. We hebben dus in ieder geval dit gebied nu in ons bezit. Hadden we natuurlijk al, maar nu voelt het helemaal lekker, want we hebben ook onze spullen daar weer. Ja, we hebben het huis daar verloren, maar hey, so freaking be it. Nu is natuurlijk wel het volgende. Wat gaan wij doen met dit gebied? En waarom zeg ik, wat gaan we ermee doen? Het is letterlijk no limit. Als in, wij mogen hier doen en laten wat we willen. Als we zouden willen, en dan moet je dat natuurlijk wel goed gekut krijgen. Dus dat is dan een beetje weird. Maar ik zou best een heel groot standbeeld van mij kunnen zetten. Om David te zieken. Nou gaat David dat nooit goedkeuren, maar you get what I mean. Dus een vraag aan jullie, de kijkers, is... Stel nou, jij hebt dit hele stuk in je bezit. Hè? En dat is natuurlijk niet tot en met daar, maar dat plot is nog wel in mijn bezit. Dat huis achter niet, hè. Dan weet je voor ongeveer wat het is. Met natuurlijk deze berg en het huis, en weet ik het allemaal. Wat zou jij met dit gebied gaan doen? Weet je, zou je er een enorme raketinstallatie neerzetten? Zou jij overal hekken gaan plaatsen? Zou jij een private military base gaan maken? Wat zou jij hier gaan doen? Misschien denk je al van, joh, ik zou die berg ingaan en ik zou onder die berg een enorm groot garage maken. Of een, noem het op. Laat jouw creatieve mind achter. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij zou doen als jij dit stuk grondgebied in je bezit hebt. Je hebt natuurlijk niet unlimited geld, daar moet ik er wel bij zetten. Ik heb zo'n 800, 900k, denk ik ongeveer. 700, 800, 900k. Dus dan moet ik wel een beetje in die prijsklasse natuurlijk blijven. Maar laat mij weten in de reacties. Wat zou jij doen als jij dit gebied in je bezit hebt? Ik ben daar heel erg benieuwd naar.
Misschien is het ook wel een beetje omdat ik nog een beetje zoekende ben naar wat ik wil gaan doen. Maar dat hebben jullie helemaal niet gehoord. Misschien gebruik ik gewoon jullie idee. In ieder geval, ik heb mijn spullen, mensen. Jullie weten weer een stukje meer over het hele Mytopia gebeuren. En ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Voor nu, mensen, allemaal. Enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, smash natuurlijk de duimpje omhoog aan. Ben je nou nieuw, abonneer. Deel ook deze video natuurlijk vooral met iedereen. En voor de mensen, klik het linkje in de beschrijving. Join de Discord. Enjoy.